Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video. Vandaag ga ik wat dingen over mijzelf vertellen met korte vragen. Geen fitnessvideo, maar weer een andere video waarbij jullie mij iets beter gaan leren kennen. Laten we beginnen. Mijn tweede naam is Mauritius, mijn eerste naam is Julius, tweede naam Mauritius en derde naam Giafara. Dit is een Italiaanse naam. Mijn favoriete kleuren, ik heb eigenlijk niet één favoriete kleur. Zelf vind ik kaki mooi, wit en zwart, dus eigenlijk de basics en kaki. Ik ben 1,75 meter. Vroeger dacht ik altijd dat ik niet zo lang zou worden, omdat mijn ouders ook niet zo lang zijn. Maar uiteindelijk ben ik nog redelijk lang geworden. Of nou ja, in Nederland zijn de mensen natuurlijk altijd best wel lang. Mijn leukste moment op school. Nou ja, ik vond school altijd heel vervelend en niet leuk. En ik zag eigenlijk ook niet het nut ervan in. Uiteindelijk is het ook niet goed afgelopen, want ik zit niet meer op school. Dus ja, of dat nou goed is, dat weet ik niet. Maar ja, ik vond het altijd wel gewoon leuk dat ik altijd leuke mensen in mijn klas had waar ik goed mee kon opschieten. Waardoor de schooltijd toch iets minder zwaar werd eigenlijk. Hoeveel landen heb ik bezocht? Nou ja, ik heb best wel veel landen bezocht. Sowieso als ik ga skiën, ik heb Oostenrijk bezocht, Zwitserland, Frankrijk, Spanje, Tsjechië, Portugal. Wat was mijn slechtste vak op school? Ik was heel erg slecht in ja, natuurkunde en wiskunde. Dus overal waar je niet logisch moet nadenken. Of iets wat je moest doorberekenen en zo en dat je niet kon leren. Ik kon eigenlijk best wel gewoon goed leren. Alleen als je allemaal doorgedachte dingen moest doen, dan snapte ik er na een tijdje echt helemaal niks meer van. Mijn lievelingsdrinken is denk ik Cola Zero of Slimpy. Eerst was ik echt heel erg verslaafd aan Slimpy. Maar toen ik een keer werd getagd op Facebook door Joshua en dat er stond dat er heel veel slechte dingen in zaten, dacht ik van ja, ik moet er maar misschien een beetje mee minderen. Niet dat cola gezond is, want in cola zitten ook allemaal zoetstoffen. Maar natuurlijk kan je alles gewoon nemen met mate. Thee of koffie? Nou ja, ik vind koffie zelf het chillst. Koffie, ja, ik krijg er gewoon energie van. Goede kick, goede beukgevoel. Dus ik wil gewoon gelijk beuken als ik koffie heb. En thee, ja, van thee word je rustig. Dus als je in de avond thee drinkt, of als je een beetje ziek bent en last van je keel hebt, ja, dan is thee een goede. Welke sporten heb ik gespeeld? Ik heb gesnowboard, getennist, gevoetbald. Voetbal het langst, ongeveer van mijn 6e tot mijn 21e. Ik was redelijk goed, niet boven natuurlijk of zo, maar ik kon wel gewoon een goed balletje trappen. Snowboarden ben ik wel best goed in, doe ik eigenlijk elk jaar en vind ik heel erg leuk. Tennis was ik ook best goed in, maar doordat ik veel voetbalde, kon ik tennis en voetbal niet combineren. En natuurlijk een beetje zwemmen, school zwemmen en zo, maar ik weet niet of je dat echt een sport kan noemen. Ben ik single of heb ik een vriendin? Ik heb een vriendin en ze heet Mirjam. Wil je meer informatie weten over Mirjam, dan kan je me altijd een berichtje sturen en dan zal ik daar lief op reageren. Wat is mijn favoriete herinnering van vroeger? Nou ja, vroeger was het altijd gewoon, je had niet echt stress of zo, je hoefde niks te doen. Je kon gewoon nadat je uit school was, dus bij de basisschool bedoel ik dan vooral, kon je gewoon chillen, je kon gewoon voetballen. En nu, altijd zit er gewoon een gedachte achter. Als je bij de middelbare school zat, dan moest je huiswerk maken, maar als je thuis was, moest je leren. Dus eigenlijk zat je de hele tijd met een kutschool in je hoofd. Maar vroeger was alles gewoon wat makkelijker. Welke talen spreek ik en hoe goed? Nou ja, als eerst spreek ik Nederlands, dat hoor je wel. Engels een beetje, a little bit. Ik ben er wel oké, maar niet Joshua waardig of zo. Ik kan gewoon wel mezelf verstaanbaar maken in Engels, maar ik ben geen Engels spreker of zo. Duits kan ik redelijk, Frans kan ik goed, je m'appelle Julius. En voor de rest is het eigenlijk een beetje allemaal. Je zou misschien denken ik kan Italiaans, maar ik kan geen woord Italiaans. Heb ik broers of zussen? Ik heb één broertje en twee zusjes. Ik ben zelf de oudste. Als ik het verkeerd zeg, moeten jullie maar gelijk iets zeggen. Nena, Jasmijn en Christian. Mijn broertje is als het goed is 10, mijn zusje is als het goed is 13 en mijn andere zusje is als het goed is 17. Hoe zou ik mijn stijl becijferen? Nou ja, ik vind zelf dat ik wel gewoon een redelijk goede stijl heb. Ik doe bijvoorbeeld geen verschillende rare kleuren bij elkaar, ook al kan het misschien best wel goed staan. Ik vind dat ik gewoon goed weet wat ik aan moet doen en ik vind het leuk en dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Je hebt verschillende stijlen, maar je moet het vooral zelf ook leuk vinden. Wat is mijn favoriete restaurant? Ik denk dat een pizza of een sushi restaurant mijn favoriete restaurant is. Dan niet een specifiek restaurant. Ik heb niet echt een restaurant denk van shit, maar als daar moet ik vandaag heen. Maar het is meer gewoon overal waar je al je kan eten sushi kan. Of pizza's voor 7,50 is het voor mij al goed. Mijn favoriete televisieprogramma's. Ikzelf vind dingen zoals X on the Beach, Temptation Island, Expedition Robinson. Spelletjesshow zoals weet ik veel vind ik leuk. Dus er moet een beetje spanning in zitten. En er moet een soort van wedstrijd element in zitten.
daardoor blijf ik kijken en voor de rest kijk ik eigenlijk helemaal niet zoveel tv. Wat telefoon gebruik ik? Ik gebruik momenteel de iPhone 6. Ik had daarvoor een 6 Mega S en daarvoor 5, 4, 3, allemaal gehad. BlackBerry, Samsung. Voor camera is zeker een iPhone beter, maar Samsung is ook op zich wel oké. Alleen, ja, die camera werkt niet zo goed. BlackBerry, ja, dat is allemaal niet zo serieus. Maar iPhone is oké, maar alsnog vind ik dat ze te snel stuk gaan. Wat zijn mijn slechte gewoontes? Mijn slechte gewoontes is dat ik best rommelig ben. Soms een beetje ongeorganiseerd. Ik heb nooit een agenda of ik schrijf nooit echt dingen op en ik liet het eigenlijk een beetje op me afkomen. En ik ben best ongeduldig. Dus als ik iets wil, dan wil ik het gelijk doen. Zonder dat er eigenlijk een soort van tijd of zit. Ik kan niet 2 weken wachten. Ik moet het dan op dat moment gewoon gelijk doen eigenlijk. Dit waren alle vragen. Vond je het nou leuk? Doe je in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Heb je nou nog een vraag voor mij dat je denkt van, dit wil ik echt weten. Fitness, voeding, normaal, school, bla 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 bla. Weet ik veel. Kan je altijd stellen. DM of hieronder in de comments. In ieder geval, wat ik net al zei, like de video, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video. So great for my city, I'm the realest one that's rapping. Oh my god, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my god, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...